Welkom bij cursus GIMP van Marielle. In deze les gaan we dit teksteffect maken. Je gaat ervoor naar bestand, nieuw, 1920 bij 1080 pixels en je klikt op OK. Zorg wel dat de achtergrondkleur wit is. Klik je op OK. Klik je keer op de min-toets van je toetsenbord en dan neem je het tekstgereedschap. Dan zorg je dat je de zwarte kleur hebt geselecteerd. Dan klik je één keer aan de linkerkant van je venster. Dan typ je de hoofdletters GIMP. En dan druk je Ctrl-A om alle tekst te selecteren. Dan selecteer je het lettertype en dan typ je de A en de R. En dan neem je Arial Bold Italic. En dan hier bij 58 heb je twee van die kleine driehoekjes. Dan kun je op dat bovenste driehoekje drukken, klikken, ingedrukt houden totdat je GIMP letters groot genoeg zijn. En dan sleep je je tekst een stukje omhoog. Dan maken we een duplicaat van deze laag. Dat doe je door rechts te klikken en dan klikken op laag dupliceren. Of je klikt hieronder op de tekst op het icoontje laag dupliceren. En dan ga je rechts klikken op die nieuwe laag. En dan klik je alpha naar selectie. Dan heb je een selectie gemaakt van de hele tekst. En dan ga je naar het verloopgereedschap. Daar klik je een keer op. En je klikt een keer op de kleurenkiezer. De voorgrondkleur maken we een donkere paars. Die heb ik al voorbereid. Dan kies je 460246. En als achtergrondkleur kiezen we een lichte paars. Dat is de D574D5. En dan klik je op OK. Je kunt zelf ook kleuren kiezen als het contrast maar hoog genoeg is. En dan met het kleurverloopgereedschap klik je dan één keer onder in beeld en dan sleep je je muis naar boven tot het bovenste stukje en dan laat je los. Dan neem je het verplaatsen gereedschap en dan zie je hier GIMP in een verloop in plaats van een tekstlaag. Dat is prima. Dan gaan we deze laag gaan we nog een keer dupliceren. Dus dan klik je op die laag en dan kun je weer rechts klikken dupliceren doen. Of je kunt hieronder op het dupliceren icoontje klikken. Is allebei hetzelfde. Dan gaan we de selectie opheffen door rechts klikken, selecteren, niets. En dan gaan we de onderste laag, die gaan we verplaatsen. Of nee, het maakt in principe niet uit. Noem maar gewoon de bovenste laag, die gaan we verplaatsen. Door op de laag te klikken, hier. En één keer in je afbeelding te klikken en dan met de pijltjes toetsen naar links te schuiven. Tot je ongeveer hetzelfde hebt als wat ik heb hier. Zal maar een klein stukje verschuiven. Aan de G kun je precies zien hoe ver ik geschoven heb. En dan gaan we die bovenste laag gaan we rechts klikken, alpha naar selectie. Dan neem je het pipetje en dan klik je in het midden van de letter I, of nee, in ieder geval in het midden van, van het verloop. Zorg je ervoor dat er een puntje staat bij voorgrondkleur instellen, zodat zodra je in het midden van het verloop klikt, dat dan de voorgrondkleur wordt. En dan, omdat je die voorste laag geselecteerd hebt, kun je nu die voorgrondkleur oppakken en die laat je los op je selectie en dan wordt de hele selectie gekleurd in die voorgrondkleur. En nu lijkt het een verloop, maar dat is niet het geval, want als je die achterste uitzet, dan kun je zien dat de voorgrondkleur gewoon een egale kleur is, maar zo gauw je die achtergrond aanzet, lijkt het net alsof de voorgrondkleur ook een verloop is, maar dat is dus niet zo. Als je nu rechtsklik selecteren niets,
zie je dat je al een heel mooi 3D-effect hebt gemaakt. Hier bij de G is het nog niet helemaal mooi 3D en dat kun je heel simpel oplossen. Door D8, die onderste tekst, die zwarte zetten we even uit. Dan kies je de middelste laag, dus die eerste, sorry, de tweede laag kies je. Dan neem je het lasso-gereedschap en dan selecteer je dit stukje. Zo. En dan druk je op de delete-knop. En dan zeg je selecteren niets. En dan is dat stukje ook opgelost. Nu gaan we de tekst nog een mooie schaduw geven. En dan moeten we eerst de laag zo groot maken als afbeelding. Dus dat doe je door rechtsklikken, laag naar afbeeldingsgrootte. Dan zie je dat de grens van de laag gelijk loopt met je afbeelding. Dan ga je naar filters. Dan ga je naar licht en schaduw. Dan neem je lange schaduw. En dan bij stijl kies je voor fading. En dan klik je op OK. En dan heb je een prachtig 3D-effect gecreëerd. Nou, daar wilde ik het even bij laten. Als je op de hoogte wilt blijven van mijn video's, dan kun je het beste eventjes abonneren op mijn kanaal. En onder de video staat dan geabonneerd en dan kun je daarachter nog even op dat belletje klikken. En als je dat gedaan hebt, dan krijg je dus een mailtje wanneer ik een nieuwe video gemaakt heb. En dat was het. Bedankt voor het kijken en tot mijn volgende video.